Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door I Am Weather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag, de paasdagen zijn voor de deur. En het is nog maar even de vraag hoe warm of hoe koud het precies gaat worden. In deze 10 dagen ga ik het allemaal bespreken. Want de mensen die naar de camping al gaan dit weekend, ja, die willen toch echt wel weten waar ze aan toe zijn. Nou, ik ga proberen iets van duidelijkheid te verschaffen in deze 10 dagen. Maar ja, kan helaas niet beloven dat het heel mooi weer gaat worden. Want we hebben te maken met een groot lage drukgebied boven de oceaan. Daaromheen een aantal stevige buien. Die buien die bereiken ook morgen ons land. En wat we verder zien is dat vandaag Nederland nog verscholen zat onder bewolking. Een koufront met aan de oostkant ervan vrij warme lucht. En die warme lucht ja, die blijft wel in de buurt de komende tijd. En we liggen constant een beetje op het scheidingsvlak tussen beide luchtsoorten. Op de animatie zien we het ook terug, het lage drukgebied bovenop de oceaan. En ja, hij blijft daar een beetje rondtollen de komende dagen. De Britse eilanden hebben echt wel vrij wisselvallig weer te pakken. En ook wij doen af en toe een duit in het zakje met ja, toch wel wat frontsystemen die voorbij trekken. Af en toe ook voor regen of tegenvallend weer kunnen zorgen. Maar ook tegelijkertijd vrij warme lucht die wordt aangevoerd vanuit het zuiden of zuidwesten. We zitten dus constant een beetje op het scheidingsvlak tussen beide luchtsoorten. En dat kunnen we eigenlijk nog beter zien op de temperatuur op 1500 meter hoogte. Ja, dan zie je die blauwe kleuren, daar is dan die koudere lucht aanwezig. En die gele tot soms wel wat rode kleuren boven het continent, daar is het dus die warme lucht. En we zien eigenlijk constant een wisselwerking tussen beide luchtsoorten. Donderdag is die wat koelere lucht aan de winnende hand, maar vrijdag zien we een hele bel met warme lucht. Over het continent heen scheren richting Noord-Europa. En dan zien we dat vooral het oosten van Nederland ook te maken gaat krijgen met die wat warmere luchtsoort. En dan is het ook even de vraag wat voor weer daarbij dan zit en hoe warm het ook kan worden. Daar ga ik zo meteen allemaal meer over vertellen. Na het weekend, na de paasdagen, zien we dat we vooral te maken gaan krijgen met een stroming die wat meer naar het zuidwesten tot westen draait. Relatief milde oceaanlucht bereikt ons land dan weer. Maar we zien tegelijkertijd ook weer wat winterkou opbouwen boven Scandinavië. Maar dat bereikt ons land echt voorlopig niet meer. Dat is echt verleden tijd. Gaan we eerst nog naar vanavond en vannacht. Vanavond en vannacht zien we nog wolkenvelden over vooral het noorden en oosten van het land. Maar vanuit het zuiden komen een aantal brede opklaringen erin. De temperatuur zakt weg naar 5 of 6 graden. En aan het eind van de avond of eind van de nacht neemt de bewolking alweer in het zuiden toe. Op nadering van een paar buien. En morgenochtend trekken dan een, ja, toch wel een reeks met buigenregen Of een paar buien van zuid naar noord over ons land heen. Daarachter klaart het dan weer breed op. Maar er ontstaan ook weer stapelwolken. En in die wat onstabiele en frissere lucht. zullen er een aantal stevige buien in de namiddag ontstaan. Misschien in het zuiden of oosten van het land met een klap omweer. Daarbij staat een meest matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind. en het wordt 11 of 12 graden. Een tikje minder warm dan de voorgaande dagen. Vrijdag loopt de temperatuur weer iets meer op. Maar ook dan zien we dat het weerbeeld een beetje ja, een minimummoes is van wolkenvelden en zon. Er zullen een paar hele mooie momenten zijn, zeker tijdens de ochtend. Maar in de loop van de dag ontstaan weer een paar stapelwolken en kunnen er ook her en der weer een paar buien ontstaan. En de temperatuur ja, die stijgt naar 12 tot 14 graden. En daarmee wordt het alweer ietsje schroeizamer voor de natuur. Daarbij opnieuw weer een vrij krachtige tot matige wind uit zuidwestelijke richting. En het paasweekend, ja, het ziet er nu heel duidelijk uit. 14 graden tijdens het weekend op alle dagen, met een paar buien en zonnige momenten. Maar ik moet dat toch echt wel iets meer toelichten in de pluim. Want als ik de pluim voor Zeeland, voor Zuidwest-Nederland erbij pak, ja, dan zien we toch ook wel weer die spreiding op vooral zaterdag en zondag. Er zitten een paar members die naar 15 graden of zelfs 16 graden gaan. Maar het gros van de members, ja, die blijft op een graad of 10 naar 11 steken. We liggen, we liggen dus op een scheidinglijn, een scheidingsvlak tussen twee luchtsoorten in. Met daarop dus ook waarschijnlijk regen en bewolking. En ja, dan kan het dus tegenvallen in Zeeland. Maar ga je wat meer richting het oosten, dan zien we juist heel veel warme members. De open gaat zelfs richting 19 of zelfs 20 graden in het oosten van het land. Maar ook daar zien we echt een behoorlijke bandbreedte. Sterker nog, er zijn een paar members die zelfs onder de 10 graden blijven op zaterdag. Het heeft dus te maken met dat scheidingsvlak waar ik het over had. Op het scheidingsvlak zelf zit behoorlijk wat regen en ook bewolking en als dat eenmaal boven je ligt dan valt het allemaal tegen. Maar als het allemaal wat meer richting het westen ligt, ja, dan valt het best wel mee en dan kan die zon best wel doorbreken en met die warme luchtsoort ja, toch wel die warme luchtsoort in de buurt kan de temperatuur misschien dan wel behoorlijk stijgen. Wat verder opvalt, is dat ook in de pluim voor elders in het land, maar ook voor het oosten, de temperatuur na de paasdagen ietsjes inlevert. Hoe dan ook. Maar in de loop van volgende weken loopt die toch weer op. En komen die twintigers misschien toch wel weer in de buurt. Ook dan behoorlijk wat bandbreedte. Dus ja, het is nog allemaal een beetje onzeker, die paasdagen. Er is veel mogelijk. Ga je wat meer het continent op, Duitsland in, dan wordt het sowieso gewoon warm. Ja, en wij liggen dus op de scheidingsvlakken. En is dus echt nog even de vraag wat het precies gaat doen. Wat ik wel zeker weet is dat het behoorlijk nat gaat worden. Ja, de neerslagkansen liggen er niet om. Dat is het enige beetje zekerheid dat ik nu kan geven. Ik wens u desondanks een fijne dag.